Dan gaan we nu even verder naar een akkoordje overpakken. Dat is ook heel belangrijk in het spelen van liedjes. Dus uiteindelijk wil je natuurlijk van het ene akkoord redelijk soepel overgaan naar het andere akkoord. En nou is dat niet bij elk akkoord even makkelijk. Als je bijvoorbeeld van een C majeur naar een B minor wil, moet je eigenlijk al je vingers in een totaal andere positie krijgen. Zoals die twee snel achter elkaar zouden zitten. Kan het nog best lastig zijn. Dus we gaan even beginnen met akkoorden waarbij de overgang tussen de twee akkoorden niet al te moeilijk is. En welke ik wil doen is de A mineur naar de E. En de A mineur en de E zien er best vergelijkbaar uit. Eigenlijk bijna hetzelfde. Het enige verschil is dat de A mineur één snaar naar beneden precies dezelfde frets aanslaat, alleen dan alles één snaar naar beneden. Dus als je je 1 majeur zo ziet, als je dan elke vinger die jij hebt neergezet één snaar naar beneden verplaatst, en dan sla je hem aan vanaf de A-snaar in plaats vanaf de E-snaar, dan heb je je A-mineur. Dus ik ga, om het nog even extra duidelijk te maken, hem nog een keer even doornemen. Je hebt dus je middelvinger dan, in het geval van A-mineur, heb je je middelvinger op het tweede vakje van de D-snaar. En je ringvinger op het tweede vakje van de G-snaar. En dan heb je een open A-snaar erboven. En dan heb je, net als net bij de E-mineur, heb je je wijsvinger nog over. En dit keer ga je je wijsvinger op het eerste vakje van de B-snaar zetten. Dat iedereen dat ook goed kan zien, zo. En dan moet je dus ook weer, wat ik net zei, opletten dat je niet je vingers te plat gaat leggen. Want als je dat doet, dan kunnen de snaren niet goed ademen daaronder. Ik zeg ademen, ik bedoel vibreren. Als je je vingers in een mooi boogje zet, zo, dan al je snaren heel mooi de ruimte om geluid te maken. En dat is vooral lastig in het begin, is om alle snaren een mooie noot te laten maken. Dus ik wil ook dat je daarop let. En dat als je zo'n akkoord speelt, dat je dan even elke snaar naar beneden toe afgaat. En in dit geval de A mineur spelen we vanaf de A snaar, de D snaar, de G snaar, de B snaar en de E snaar naar beneden. Dus even allemaal een keertje aanstaan en checken of je een goede noot. Mocht het nou zo zijn dat je bijvoorbeeld dit hoort, dan moet je even kijken van, oh, ik hoor de noot niet goed, wat gebeurt er? En dan kan ik dus bijvoorbeeld zien dat hier mijn wijsvinger te plat ligt. En dat als ik die iets meer in een boogje zou houden, dat ik dan wel een mooie noot eruit weet te krijgen. Dus let daar vooral even op. En dit is voor nu even de A-mineur. En dan gaan we die terugbrengen naar de E-majeur die we net speelden. En dat betekent dus, het verschil is dat alle vingers die ik nu heb ingedrukt, gaan we één snaar naar boven verplaatsen. Ik hoop dat jullie dat goed kunnen zien. Dus even close-up. Dit is de E-majeur. En om daar een A-mineur van te maken, gaan we alles eentje naar beneden opschrijven. En weer terug naar de E-majeur, alles eentje omhoog. En weer naar de A-mineur. En dit is dan een overgang waar je wel al je vingers moet verplaatsen, maar je kan wel precies hetzelfde vormpje aanhouden. Je hoeft het alleen naar beneden te verplaatsen. En wat ik dan ook wil dat je doet, is wat beginners vaak doen, is dat ze te grote beweging maken. En als je kijkt naar hoe ik het doe, ik maak eigenlijk maar een hele minimale beweging. En dat is ook eigenlijk hoe het moet zijn. Je moet echt maar een klein stukje optillen en weer neerzetten. Een klein stukje optillen en weer neerzetten. En je kan eigenlijk je vingers gewoon precies bij elkaar houden. MUZIEK.
dan even probeert, is gewoon vier keer de E aanstaan, de E. En dan vier keer de A mineur. Dus we gaan even 1, 2, 3, 4 en naar de A mineur. 1, 2, 3.